heb in het afgelopen jaar deze Yamaha Aerox gekocht. Wauw! Vervolgens stuk geslagen met een hamer. Daarna opgeknapt met allemaal nieuwe onderdelen. Daarna opgevoerd voor zo min mogelijk geld. En nu ziet hij zo uit. Kijk nog maar eens goed hoe dit ding er nou uitziet. Want hij ziet er straks heel anders uit. Ik heb iemand gevonden die hem mooi wil maken. Kost wel geld, maar hopelijk is het dan ook netjes. Maar ja, om hem dus mooi te maken moet ik eerst alle kappen eraf halen. Want hij wil ze graag losgeleverd hebben. Oh god, stoot tegen de hoek van de brug aan. Zoals altijd doe ik dit weer tijdens alle andere projecten. Omdat ja, zoveel tegelijk doen is gewoon perfect natuurlijk. Heel efficiënt. En zo totaal niet onhandig. Dus de brug is nog bezet met een ander kutproject wat niet echt aan de kant kan. Dus moet ik dit wel op de grond doen, zoals vroeger, zeg maar. Deze complete Aerox kun je uit elkaar slopen met één kruiskopschroevendraaier. Met dit ding ga ik even de complete Aerox uit elkaar slopen. Dan doe ik de achtergrond wel muziek aan, maar anders dan kun je niet lopen natuurlijk. Hè. Kijk aan, kan gewoon. Mooi. Dan moet ik niet hierop gaan staan. Knap, allemaal kapot plastic. Even zien, dit zijn gewoon boutje en moertje en dan is het heel simpel. Spannend. Ja. Mooi hè? Om een beetje respectabel te zijn zou ik die kappen wel een beetje schoonmaken. Hè? Maar voor de rest zijn dit alle kappen. Die binnen die treplankkap hoef ik helemaal niet gespoten te hebben. Het is gewoon zwart. En dit deed je ook niet eigenlijk, denk ik. Ik heb op het verhaal op Instagram even gevraagd, hebben jullie nog vragen over de Aerox? Ik denk, kan ik dat nou even behandelen? Heel veel mensen vragen over hoe hard gaat hij nou? Nou, dat hangt er vanaf of je wind tegen hebt. Dat hangt er vanaf of je bergafwaarts gaat. Dat hangt er vanaf of je van een gebouw afrijdt of niet. De topsnelheid heb ik geen idee van. Op de testbank ging die 120 op 11 pk. En ik heb geen idee hoe die in de weg gaat. Tot nu toe heb ik 92 gehaald op GPS, maar toen was de weg op. Dus hij kan harder dan 92. Dit motorblok is gemaakt met de goedkoopste troep mogelijk. Dat was juist een leuke uitdaging om te kijken hoeveel pk kun je ermee halen en wat kost het. En wat kost het dan per pk. Al die filmpjes staan gewoon online, dus als je dit hele proces wil zien, dan moet je dat kijken. Ik vind het persoonlijk veel interessanter om te zien wat je met weinig geld kan bereiken aan een motorblok, dan dat je met veel geld kan bereiken aan een motorblok. Derde vraag is, ga ik hem nog duur opvoeren? Nou, dat is wel het plan geweest altijd en nog steeds wel. Maar dat is dan pas wanneer die kapot is. Ik ben gewoon met veel dingen tegelijk bezig en dat kost allemaal geld. Die Aerox is gewoon een heel goed voorbeeld van een uit de hand gelopen project. Had ik een nieuw setje velgen gekocht waarvan ik dacht dat ze beter waren, toen ik het goed even goed gezandstraald had, dacht ik, is niet echt veel beter. Dus toen heb ik uiteindelijk maar gezocht naar verbrede velgen en die waren wel in één keer goed. Die waren al gestraald, die waren al gepoederkoos. Dus, maar ja, die velgen die kosten wel weer dit bedrag, ik weet echt niet meer. Ik heb nou 2-3 sets velgen voor een Aerox liggen. Zo ging dat ongeveer met alle individuele onderdelen van dit project. Vooral met de hele voorophanging. Origineel gezien waren die Aerox voorvorkpootjes die waren lek. Die originele voorvorkpootjes heb ik hier nog liggen. Ik heb toen die pootjes uit elkaar gehaald. En toen heb ik ze helemaal geschuurd en gespoten. In een mat zwarte wat ik wel netjes vond. Toen wou ik de nieuwe keringen inzetten. Maar toen kwam ik erachter dat ik... pootjes eigenlijk van binnen helemaal versleten waren. Dus toen dacht ik van ja, dan moet ik nieuwe pootjes hebben. Maar ja, nieuwe pootjes kost zo'n beetje €120 voor een setje. En anders heb je ze tweedehands met lekkere keringen, moet je het weer doen. Weet je wel, daar heb ik geen zin in. Ik kwam pootjes tegen op AliExpress, die had ik toen besteld. En toen zei die leverancier van ja, maar die pootjes die hebben wij niet meer. Dus we sturen wel andere op. En toen heb ik voor de prijs van goedkopere pootjes, heb ik toen deze gekregen. En eigenlijk is het veel mooier, want deze zijn nu nog upside down. En ik had ze niet upside down besteld. Maar ik wist ook niet dat deze bestonden. Deze pootjes hadden een asdiameter van 12. En de origineel Aerox heeft 10 mm. Die lagers in het wiel zijn dus 10 mm. Maar dat past dus niet. Dus dan moet je ook andere lagers hebben. Die lagers voor dat wiel heb ik ook uit een of andere Franse kutwebsite moeten bestellen. Voor €40 of zoiets. Nou, toen hak ik uiteindelijk de lagers erin. Dan kom je namelijk met het probleem dat deze remklauwophanging natuurlijk weer heel anders is dan een originele. Dus moest ik deze bestellen via AliExpress.
die wel voor dit vorkpootje gemaakt was. Maar omdat deze schijf 280 mm is en op AliExpress verkopen ze alleen adapters voor 240 mm, moest ik weer zelf wat gaan bakken met wat aluminium bussen om deze remklauw passend te maken. Dus het is allemaal van het een kom je in het ander. Het resultaat is natuurlijk echt wel netjes, want het is gewoon echt een Nissan motorfiets remklauw. Het is gewoon donders vet dat het zo gewoon past. En uiteindelijk heeft het natuurlijk echt heel veel geld gekost om dit ding een beetje netjes te maken. En dat gaat er nog steeds kosten. Ik vind deze kapperset vind ik heel mooi. Ik vind de kleur vind ik wel netjes. Gewoon een beetje modern, minimalistisch. Maar ik vind hem zo enorm saai zonder stickers. En ik dacht, ik kan wel allemaal stickers gaan laten maken of zelf doen. Ik kwam toevallig op internet kwam ik een andere stijl tegen wat mij ook wel vet leek. Dat heb ik in het vorige filmpje al gezegd. Maar in deze nog niet. Dus deze stijl gaat het worden. En dan hopen dat het mooi wordt. Er zitten wel veel scherpe lijnen en hoeken aan deze kapperset, dus ik ben verrekte benieuwd. Ik ga het even in de auto laden. Nou, de Aerox staat er nou zo bij. De volgende keer dat je hem ziet, heb ik de kap klaar. En dan ziet hij er heel anders uit. Ik sta nu op een plek waar ik de Aerox kap kan ophalen. En die kerel is er zo ook. En dan kunnen we eens even zien of het mooi geworden is. Ik ben verrekte benieuwd. Goeiedag. Nou, dat is het. Kijk aan. Zo, dat is vet. Ja toch? Ja, dat vind ik echt wel mooi. Ziet er wel goed uit. Als dat zo in de thuis, hè? Ja, daar gaat het om inderdaad. Dat is netjes. Ja, een beetje mooi de originele kleur er nog bij in. En dan ook nog inderdaad zwart. Wit. Mooi oranje erbij door. Nee, netjes. Ja toch? Het ziet er goed uit, joh. Ja. Roosjes heb ik licht een beetje oranje er weer in gedaan. Oh ja, dat is ook wel netjes, denk ik. Als dan mooi die achtergrond zwart is, dan zie je dat ook wel goed, denk ik. Ja. Die lijnen. Ja, en deze was helemaal zwart. Ja. Ik heb hem eerst grijs gespoten. Ja. Doe wel voorzichtig met tanken. Ja, precies. Dat vliegt er allemaal zo weer af. Dat, ja, mooi. Ja, ik zal het even inladen en dan gaan we eens even kijken. Eten! 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 Godver. Auto. Eten. €7. Wat nou, piep piep. God. Aerox. Nou, de grootste vraag. Gaat het ook mooi worden? Nou, laten we het niet langer uitstellen. Ik ga even knooien en hopen dat het ding in elkaar kan. When it was me and you, every time I meet somebody new, it's like they should be here. I swear they sound the same. It's like they numb my skin. Every word they say sounds just like him. And it goes like this. We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lie on the bed. Er zal een hele tweedeling zijn of het wel of niet mooi is en of het ervan opgeknapt is. Maar in ieder geval, ik vind het hartstikke netjes. Er zijn ook zo'n soort stijl op je scooter, dat kan bij hem. En natuurlijk nooit te vergeten, als je nog scooteronderdelen nodig hebt, scooterdiscounter.nl, kortingscode DUTCHRIDERS, krijg je 5% korting. Het is niet heel veel, maar het is wel wat. En het is gratis, dus.